Het is vies. Je hebt het soms onder je schoenen wat niet fijn is. Het stinkt. En er komen veel strontvliegen op. Man, ze gooit gewoon daar neer. Terwijl het niet mag. Niet fijn. Hondenpoep. De buurt in het spoorkamp in Reuver is er klaar mee. Zeker in en rondom het speeltuintje. Kunstenaar Jos Burgskus uit Bezel maakte woensdag samen met buurtbewoners keramische mozaïektegels om de poep tegen te gaan. Men wil toch proberen zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. Want het is mooi als je huisdieren hebt. Maar let erop dat je niet de huisdieren de ontlasting hier in die speeltuin doet. Want ja, er is niks vervelender dan als kinderen in de uitwerpselen van de honden of hoe dan ook grijpen en vallen of hoe dan ook met spelen. Dat is niet zo leuk. En we hebben hier al wel een wc'tje staan. Maar ja, goed, je weet wel hoe dat gaat. Als een hond zo nodig moet, dan zijn er die, als het niemand gezien heeft, dan weet het niemand. Maar we willen een beetje meer attent maken op het feit van nou, als we die tegels maken en dat met de buur doen waar dit ook plaatsvindt, dan is het ook gewoon leuk. Dan worden ze bewuster van het feit, dan moeten we toch meer op geletten dat we niet zomaar klakloos onze huisdieren hun gang laten gaan. Het is niet echt moeilijk, maar je moet wel puzzelen. Dit is een stoep, dit is een hond en dit is een droom. He, je merkt gewoon daarom ook de rode lijn erdoor, die poepende hond. En dan die rode lijn erdoor en dat iedereen begrijpt wat je daarmee bedoelt. Dus dat maakt het leuk en ook omdat je dat samen met kinderen doet. Voor hun is het dan toch heel eenvoudig om dat te kunnen maken. En daar gaat het uiteindelijk ook om. He. Je moet ook kijken dat de kinderen op die manier toch op een redelijke korte tijd, want je moet toch op zijn middag zo'n tegel kunnen inleggen met die tegeltjes. Dus dan moet je toch een redelijke korte tijd moet je dat voor elkaar zien te krijgen. De tegels komen op verschillende punten rondom het veldje te liggen, in de hoop dat hondenbezitters de poep voortaan opruimen. Ik denk wat dat betreft, ik denk dat iedereen toch wel dan bewust vraagt dat je niet zomaar dat kunt doen. En ik denk dat dit wel een leuk initiatief is om op die manier te verduidelijken.